De Grand Prix van China wordt aankomend weekend voor het eerst sinds 2019 weer verreden. En na een inspectie van de FIA moest het asfalt op het Shanghai International Circuit aangepakt worden. Maar dat lijkt slordig te zijn gedaan. En de coureurs die weten niet wat ze moeten verwachten. Vanwege de pandemie is er de afgelopen 5 jaar niet door de Formule 1 geraced in China. Dat betekent dat de huidige technische reglementen en de type Pirelli-band voor het eerst op Shanghai in actie zullen komen. Deze generatie auto's haalt downforce uit de zogeheten ground effect. Maar goed, dat maakt ze ook gelijk gevoelig voor hobbels. En ja, Shanghai die staat nogal bekend om haar hobbels, aangezien het op een moerasland is gebouwd. Na de gebruikelijke FIA-inspectie werd geconcludeerd dat verschillende plekken van het asfalt toch wel gerepareerd moesten worden. De baan is echter geverfd met teer of bitumen, ook wel bekend als dakleer, in plaats van opnieuw geasfalteerd. Het kan glad zijn als het nat is, maar het kan ook voor veel grip zorgen, zo vertelde Esteban Ocon tijdens de persconferentie. We weten het nog niet zeker, maar ik heb er ook met Charles over gesproken. In de tijd dat wij karten werd er ook verf op de baan gekalkt, waardoor het rubber juist vasthield in de bochten en daardoor had je meer grip. Ik verwacht niet dat het hier het geval gaat zijn. Volgens Charles Leclerc zal het afhangen van het type verf. Hij zegt, het kan verschillende problemen veroorzaken of juist geen enkel probleem. Ik heb alleen foto's gezien en ben nog niet op de baan geweest. Volgens mij is het niet overal hetzelfde, dus dat zou ook niet fijn zijn. En ook Nico Hulkenberg is het eens met Leclerc en Ocon. Hij zegt, het hangt van het type verf af. Misschien dat we meer weten wanneer de safety car donderdagmiddag naar buiten rijdt. En uiteindelijk is het voor iedereen hetzelfde. Lando Norris die weet niet zo goed wat hij moet verwachten en zegt namelijk ook, ik heb geen idee, we moeten het afwachten want we hebben dit nog niet eerder gezien en het is lastig om te voorspellen wat er precies gaat gebeuren. Ook Verstappen die liet tegenover de aanwezige media in China weten dat hij nog nooit zoiets eerder had gezien. Hij zegt, ik heb geen idee hoe dat werkt, ik ben geen deskundige op het gebied van asfalt en ik heb het niet eerder gezien in de Formule 1. Ik heb het wel in de karting gezien en daar geeft het normaal gesproken meer grip, maar ik weet niet wat het hier doet. Zo laten de coureurs dus weten over dat de baan geverfd is in plaats van opnieuw geasfalteerd. En woensdag kwamen er allemaal berichten naar buiten over het mogelijk bekend worden van het medium dat de Formule 1 vanaf 2025 in Nederland gaat uitzenden. Volgens Chris Woerts hoeven mensen die vandaag in spanning op nieuws zitten te wachten echter daar niet spoedig op te hopen. Woerts die laat zich op X of Twitter zoals het vroeger heette van zich horen en zegt het volgende. Voor alle Formule 1 volgers in Nederland die nieuwsgierig zijn wie de televisierechten vanaf 2025 verwerft, er is vandaag geen persconferentie. Ondanks alle online speculaties dus nog even geduld. Zo laat hij dus weten op het medium. Rebel Racing moet voor volgend seizoen het stoeltje naast Max Verstappen nog vullen. Al is Helmut Marko wel tevreden over de prestaties van Sergio Perez, geeft hij toch wel toe dat er ook gesprekken zijn met Carlos Sainz. Er zijn ontzettend veel rijderscontracten die aan het einde van dit jaar aflopen en dus werd er voor dit jaar een echte silly season verwacht. Dit begon met de aankondiging van afgelopen februari dat Lewis Hamilton Mercedes gaat verlaten voor een overstap naar het team van Ferrari en dus de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc zal worden. En sindsdien weet Sainz ook dat hij op zoek moet gaan naar een andere werkgever. Helmut Marko, adviseur van het team van Red Bull Racing, heeft kunnen onthullen dat Red Bull gesprekken voert met Sainz. We praten met hem. Hij maakt momenteel zijn sterkste seizoen in de Formule 1 mee. Echter, hij heeft een zeer lucratief aanbod gekregen van Audi dat wij niet kunnen matchen of overtreffen. Maar we kennen hem nog van zijn tijd bij Toro Rosso, wat nu Visa Cash App RB is, toen hij nog naast Max reed. Het deed hem toen echt pijn dat we bij Red Bull inzetten op Verstappen en niet op hem. Aldus de hoofdadviseur van het team tegenover Kleine Zeitung. De Oostenrijk houdt verder ook nog de twee McLaren-coureurs in de gaten voor de toekomst. Hij laat weten dat zowel Norris als Piastri geen optie zijn voor de korte termijn vanwege hun contracten. Maar dat beide coureurs zeker interessant zijn voor Red Bull in de toekomst. En jullie weten het, hè? Elk raceweekend nemen wij je in samenwerking met EA Sports F1 alvast even virtueel de baan op. Om te laten zien wat je dit weekend allemaal kan verwachten. Na een afwezigheid van 4 jaar gaat de Formule 1 aankomend weekend weer racen in Shanghai. En sinds 2004 is de race in China vaste prik geworden, behalve dan tijdens de pandemie. De race zal aankomende zondag over 56 ronden worden verreden op een baan die 5,4 kilometer lang is. Michael Schumacher die heeft nog altijd het rondrecord op zijn naam staan met een 1.32.2 die in 2004 werd neergezet. Er zijn 2 DRS-zones, namelijk de eerste op het rechte stuk en de tweede betreft het lange rechte stuk in sector 3. Waarschijnlijk gaan we dit weekend de regenbanden en de intermediates in actie zien. Op vrijdag wordt er namelijk regen verwacht met een gemiddelde temperatuur van zo'n 22 graden Celsius. Op zaterdag valt er ook flink wat regen, zo wordt er in ieder geval voorspeld. En voor de race, de Grand Prix die op zondag wordt verreden, hoeven de paraplu's voorlopig niet mee, want dan wordt er naast een wolkje hier en daar geen neerslag voorspeld.
Het raceweekend in China betreft ook het allereerste sprintraceweekend van dit seizoen. En daardoor zal de indeling er iets anders uitzien dan wat we gewend zijn. Vrijdag 19 april wordt er om 17:30 Nederlandse tijd de eerste en enige vrije training verreden. Waarna het om 21:30 tijd is voor de kwalificatie en de sprintrace. Zaterdag om 17:00 vindt die sprintrace dan vervolgens plaats. En om 21:00 wordt er gekwalificeerd voor de Grand Prix van China. Die om 21:00 in de ochtend deze zondag van start zal gaan. Ja, wat verwacht jij van het sprintrace weekend in China? Laat het allemaal weten in de comments hieronder en dan zien we je later weer. Tot dan! Hoi!